In de aanloop naar 19 maart, u weet het, dan gaan we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is natuurlijk iedere partij als een kippen bij om een prominent naar Bunschoten te halen. In dit geval is het de SGP. Jan Bert en zijn andere mannen hebben het geregeld dat niemand minder dan Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, een bezoek brengt aan Bunschoten. We hebben een afspraak met hem om 19:15. Dus we gaan hem even opvangen om een aantal vragen te stellen voordat de ledenvergadering gaat beginnen. Ja, meneer van der Staaij, u bent inderdaad gearriveerd in de Mannenmaker. Welkom zou ik zeggen. Ik vind het leuk dat ik even met u mag spreken. Waarom kiest u speciaal Bunschoten uit om van uw aanwezigheid te laten blijken? Nou, ik heb erg uitgezien naar deze avond, omdat ik het ontzettend leuk vind om het aanstekelijk enthousiasme hier in Bunschoten-Spakenburg te merken. Bij de SGP, het is een hele snel groeiende kiesvereniging geweest in de afgelopen tijd. En ze zijn met volle overtuiging en enthousiasme aan de gang voor de verkiezingen van 19 maart. Dus ik vond het ontzettend leuk om dat ook een hart onder de riem te steken hier vanavond. Ja, we hebben zelfs gelezen dat u een tv-interview, waarschijnlijk in Hilversum en omgeving, daarvoor afgezegd heeft. Klopt. We hadden inderdaad nog wat andere eisjes in het vuur voor vanavond. Maar we zeiden van, we hebben hier de belofte staan om hier naartoe te gaan. En dat willen we ook waarmaken. Ja. Hoe vindt u dat trouwens, dat na twee regeerperioden uiteindelijk de SGP is opgestaan en toch uiteindelijk wel wat stemmen achter zich aan krijgt? Nou, het is heel goed dat ook hier de SGP in Bunschoten nog weer met nieuw elan naar buiten is getreden. Dat waarderen we zeer. En wat ik al zei, het is gewoon ontzettend leuk om ook dat aanstekelijke enthousiasme te merken. De mensen zeggen, ja, die punten waar wij ons ook sterk voor maken als SGP op allerlei plaatsen in het land, die zijn ook hier de moeite waard om uit te venten en om daar de burgers warm voor te krijgen. Hè? Zaken als de christelijke waarden, opkomen voor de zondag bijvoorbeeld, de rust op zondag. Zaken als zorg voor elkaar, maar ook de ruimte voor ondernemers. Nou, dat zijn een aantal hele belangrijke en herkenbare SGP-punten. Ja, een van hun slogans is een waardevol Bunschoten. Ja, waardevol. Inderdaad, de waarden van omzien naar elkaar, de waarden van christelijke waarden zoals de rust op zondag. Dat zijn gewoon hele belangrijke onderwerpen om ook hier in Bunschoten de aandacht voor te vragen. Ja. Er was ooit wel wat, althans ooit in het korte verleden, dat de ChristenUnie dacht van, hé, wij moeten toch eens even kijken of we met die SGP iets kunnen samenwerken of een lijstverbinding. Dat is niet gelukt. Hoe vindt u dat? Nou kijk, ik weet niet precies hoe dat lokaal hier gelopen is, maar in zijn algemeenheid vind ik het altijd goed dat ook de SGP probeert om met andere partijen lijstverbindingen aan te gaan, zodat ook de reststemmen dan nog bij een verwante partij terecht kunnen komen op het moment dat je het niet lukt om op eigen kracht daarmee een zetel vol te maken. Is de SGP vandaag de dag in Den Haag, maar ook in Bunschoten, een stabiele factor? Absoluut. Ik denk dat je heel veel van de SGP kunt zeggen, maar dat het duidelijk is welke koers dat wij voorstaan. Een heldere en een vaste koers. Wat gaat u vanavond vertellen in de openbare verkiezingsbijeenkomst? Ja, ik ga vertellen dat ik ook hier blij ben met het enthousiasme in Bunschoten. En dat ik hoop dat de SGP hier een mooie uitslag mag maken. En ook ja, die inzet voor trouw, voor waarden, bijbelse waarden waar we voor staan, dat het ook hier in Bunschoten-Spakenburg de moeite waard is. Ja. Er is ook veel discussie dat landelijke politici zich bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zit u daarin? Nou, ik vind dat de landelijke politici niet de lokale mensen voor de voeten moeten lopen. En dat we ook de gemeenteraadsverkiezingen moeten laten zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat heel veel onderwerpen die plaatselijk spelen ook wel worden beïnvloed door wat er in Den Haag beslist wordt. En daar mag je ook wel op een avond als deze verantwoording over afleggen. En je mag ook wel je lokale mensen natuurlijk ondersteunen en aanmoedigen. En dat doe ik met veel plezier. Ja, want u heeft iets met Amersfoort, u bent op school geweest. Is dat automatisch dat u iets met Bunschoten heeft? Het klopt inderdaad dat ik in Amersfoort middelbare schooltijd heb doorgemaakt. En dan is de regio je ook niet geheel onbekend. Maar ik moet zeggen, het is wel de eerste keer dat ik echt hier in Bunschoten-Spakenburg het woord mag voeren. En daar heb ik erg naar uitgezien en dat vind ik wel erg mooi. Nou, ik gun u de tijd bij de verkiezingsbijeenkomst. Ik dank u voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, en de heer Van Staaij, oftewel Kees Van Staaij, gaat nu naar de openbare verkiezingsbijeenkomst van de SGP. En we zullen dan een klein beetje volgen, maar niet al te veel, want andere partijen komen ook aan de beurt. Graag tot een andere keer. Dit was vanuit De Mannenmaker, Zuiderzee of RTV Actueel.